Welkom bij een nieuwe aflevering van TLVTV. Vaak als je kind thuis komt van school, wilt hij wat lekkers eten. En dat is niet zo gek, want de lunch die ze op school hebben gehad, was al om 12:30. Maar je wilt natuurlijk niet iets ongezonds aan je kind geven. Daarom hebben wij voor jou in deze aflevering twee gezonde tussendoortjes. De eerste variant, dat is het bananenijsje. Wat je nodig hebt, is een satéprikker, kwark, een banaan, wat granola en in dit geval hebben wij wat havermout. Je doet het volgende. Je haalt de schil van de banaan, je snijdt hem door tweeën, je rijgt hem op de satéprikker. Vervolgens doe je hem door de kwark heen en je rolt hem door de havermout en wat eigenlijk nog wel lekker is, door de granola. Dan de tweede variant, dus de gevulde appel. Wat je nodig hebt is natuurlijk een appel, wat rozijnen, nootjes en om het af te maken hebben we ook amandelboter. Wat je doet met de appel, je snijdt hem in plakjes. Vervolgens doe je de amandelboter doe je er bovenop. Die twee plakjes doe je op elkaar. En om het lekkerder te maken, doe je er wat kaneel overheen. En eventueel nog wat rozijnen of wat noten. Nou, dit waren twee gezonde tussendoortjes die je aan je kleine kindje kan geven als hij honger heeft. Gezond, makkelijk en snel te bereiden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tof dat je net hebt gekeken. Laat even hieronder een reactie achter wat je ervan vond. En klik hier voor onze vorige video's. En klik hier om je te abonneren. Tot de volgende keer.